iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Het is vrijdag voor mij en ik ben onderweg. Ik moet gaan tanken, maar ik ben onderweg naar de Hair Advice. Want vandaag krijg ik nieuwe extensions. Mijn extensions die ik nu heb zijn redelijk uitgegroeid. We zitten er ook al bijna 5 maanden in, denk ik. Dus tijd voor nieuwe. Ik ben heel benieuwd, want we gaan ook iets langer gaan en iets meer stuks. Dus ik ben kei benieuwd hoe het gaat zijn. Woehoe, we kijken er wel keihard naar uit. Shana doet dat altijd kei goed. Ik ben echt zo tevreden over mijn extensions bij Hair Advice. Die zijn echt zo goed, zo'n goede kwaliteit. Want nu ook 5 maanden en je zou nog niet zeggen dat ik extensions heb. Ze pluizen niet, ze zijn echt mooie kwaliteit. Goed haar, dus ik ben echt super blij daarmee. Maar we gaan het zien, hè. Ik ben nu al heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Zeker omdat dat wat langer gaat worden. Maar het zal sowieso wel mooi worden. Het is al 2 dagen nadat ik mijn haar heb gedaan. Sorry, ik wou zeggen de volgende dag. Maar het is al 2 dagen later. Mijn haar zit nog altijd echt perfect. Perfect gekruld, perfect gestyled. Ik heb er niks aan gedaan. Echt letterlijk gisteren niet, vandaag niet. Dus ik ben blij. Straks ga ik ze denk ik wel eens wassen of zo. Of morgen. Ik weet nog niet, want ze zijn wel nog echt altijd goed. En ze ruiken echt nog zo goed. Kent je die geur als je van bij de kapper komt? Ik weet niet, maar dan kan de kapper echt alleen. Als ik mijn eigen haren was, dan ruiken die nooit zo lekker als dat die bij de kapper doen. Maar nu, ja, I like it. Zoals jullie zien, heb ik ook wat highlights in mijn haar. Ik weet niet, als jullie het goed zien, er zijn gewoon wat lichtere stukjes, wat donkere stukjes. Ik weet niet als jullie het goed kunnen zien, maar vooral in het licht ziet je dat goed. En ik heb dus mijn extensions erin. Ze zijn langer als vorige keer. Ik ga jullie vragen allemaal beantwoorden die jullie op Instagram hadden gesteld. Ik ga eerst alle vragen beantwoorden die ik met Shana heb besproken. Want enkele dingen wist ik niet. Zoals hoeveel stuks of hoeveel centimeter. Dat wist ik wel vaag ongeveer, maar niet de juiste hoeveelheid.
Dus ik heb alles aan Shana van Hair Advice zelf gevraagd. Dan heb ik alles genoteerd in mijn notitieboekje. En die vragen ga ik allemaal beantwoorden. Als eerste vroeg iemand hoeveel centimeter neem ik in mijn haar en hoeveel stuks. Normaal, alleen de vorige 2 of 3 keren denk ik, had ik 40 centimeter. Deze keer heb ik 50 centimeter. Ik weet niet of jullie het goed zien, maar... Ik ga even op mijn knieën zitten. Maar deze komen echt wel onder mijn boobies. Mijn borsten eindigen hier en die komen wel nog een stuk eronder. Nu zijn die natuurlijk ook wel gekruld. Dus dan lijkt dat misschien iets korter. Maar als ze stijl zijn, komen ze echt nog een paar centimeter onder mijn borst. Dus dat is momenteel... Ik denk dat ik deze lengte misschien wel leuker vind. Ik ben niet zeker. Allee, 40 vond ik ook wel leuk. Dat was ook zeker al lang genoeg. Maar dat was vooral verdikking voor mijn eigen haar. Want de lengte komt ongeveer overeen met mijn eigen haar. Maar nu is het echt wel ook een verlenging. Nu is er ook wel echt 10 centimeter of zo verlengd aan mijn haar. Hoeveel stuks heb ik? Vorige keer had ik 75 stuks. En nu heb ik er 125. En voor de mensen die zich afvragen, stuks. Ik ga even proberen te laten zien. Maar mijn extensions zitten dus zo met van die... Ik denk dat dat keratine noemt, zo die dingetjes. Zo precies een plasticje is dat wat ze smelten aan je haar. En ik heb er dus nu 125 over mijn hoofdhuid. Maar hier van boven, vanaf hier eigenlijk, zit niks. Dus alles zit hier opzij een beetje en vannacht. Maar nu heb ik er dus 125, omdat we ook voor een verlenging gingen. En als je dan niet genoeg stuks in je haar hebt, dan valt het heel hard op waar je eigen haar is en waar het extensions zitten. En dat willen we niet. Hoeveel maanden blijven de extensions erin? Bij mij meestal 5 tot 6 maanden en dan hangen ze wel hier bij mij. Maar ik kan dat goed verdragen. Sommigen vinden het minder aangenaam als extensions zo laag hangen. En die moeten sneller terug. Maar meestal is het tussen de 4 à 6 maanden. Hoe verzorg je het best de extensions? Shana zei, geen shampoo met siliconen en sulfaten gebruiken. Dat is het beste. Zo blijven de extensions ook mooi zacht. Gaan ze niet pluizen en van die dingen. Gaat je eigen haar er stuk van? Nee, mijn haar is er echt totaal niet stuk van. Mijn haar wordt zelfs beter, mijn eigen haar. Ik denk dat dat er ook wel heel hard vanaf hangt hoe goed uw extensions gezet worden. Want, allee, no offense, maar er zijn veel zaken die niet goed extensions kunnen zetten. Of die dat op een foute manier doen, waardoor uw haar wel kapot gaat. Maar mijn extensions worden super, super goed gezet. Mijn eigen haar ziet echt... niet af, wat echt super is. Ik denk dat ik geen foto meer heb van mijn haar in het begin, toen ik voor extensions ging bij Hair Advice. Maar toen had ik echt wel in mijn eigen haar, als die op 1 lengte zijn eigenlijk, langs achter gezien, had ik echt zo van die kappen uit mijn eigen haar. En nu zijn mijn haren echt, echt mooi. Ik zal hier even foto's zetten of laten zien. Dus dit was mijn haar hier zo nu op het laatste dat mijn extensions heel hard waren uitgegroeid na 5 maanden deze keer. Je ziet, hier heb ik ze ook niet gekruld of gestyled of zo. Ze zijn gewoon een beetje warrig. Maar tegen het einde verlies ik wel altijd een 10-tal extensions. Door de hele periode niet. Maar de laatste 2 weken meestal, omdat ze dan laag hangen. En dan kam ik en dan pak ik per ongeluk een knopje mee en dan komt er een extension uit. Dus dan zie je wel een beetje dat ik er een paar ben verloren. En dan deze volgende foto is mijn haar nu zonder extensions. En ik moet zeggen dat ik echt heel aangenaam verrast was. Ik dacht echt in mijn eigen wauw. Want mijn haar is al lange tijd ten eerste niet meer zo lang geweest en ten tweede niet meer zo gezond. En mijn haar zag er echt wel voor mijn doen en met vorige keren heel gezond uit. Dus dat is een teken dat de extensions mijn haren helemaal niet kapot maken. Dus dit is een foto van na dat de extensions geplaatst zijn. En dan zie je wel dat mijn haar veel dikker is.
en veel langer natuurlijk, veel voller. En je ziet ook echt dat de kleurovergang echt perfect is en heel mooi is. Daarom had ze ook een paar highlights in mijn haren gezet. Nu, op foto ziet het er denk ik wel lichter uit dan dat het er nu uitziet. Maar dat hangt ook gewoon van het licht af. Maar daarom ook dus een paar highlights, omdat de extensions zijn verschillende kleuren, zodat dat heel goed bij mijn haar past. Oké, de volgende vraag. Kan je zo nog een hoge staart maken? Ja, ik kan perfect een hoge staart maken. Die extensions worden zo gezet dat als je een hoge staart maakt... Ja, ik kan dat nu niet perfect doen, hè, maar je hebt het idee, hè, dat je niks ziet. Geen knopjes, niks. Ja, hier is mijn eigen haar. Dus ja, je kunt echt perfect een hoge staart maken en dat blijft ook. Hoe laag mijn extensions ook zakken, je ziet die echt nooit. Welk merk van extensions heb ik? Dus Shana van Hair Advice. Shana is trouwens de eigenares van Hair Advice die mijn haren doet. Die werkt altijd met Royalty Hair. Ik heb hiervoor nog extensions gehad en ik merk wel dat dit haar echt het beste haar is wat ik ooit heb gehad. Ik heb best op verschillende plaatsen al extensions gehad. En na 2-3 maanden begint dat te pluizen. En zie je echt dat het haar in kwaliteit heel hard vermindert. Maar dat heb ik bij dit haar echt niet. Daarom vind ik het ook wel belangrijk als je extensions gaat zetten. Vraag ook even met welk merk ze werken. Want je haar is wel echt belangrijk. Ik denk ook dat dat er ook mee verzorgt. Hoe snel je eigen haar kapot gaat. Hoe je haren nog ogen en zo na een paar maanden. Want na 2 heb je vaak meisjes met extensions. Dat je echt zo begint te zien dat ze extensions hebben. Dat heel hard pluist. Dat dat heel dun wordt van onder. En natuurlijk, dat wordt iets dunner. En je haar gaat iets meer kapot. Allee, je extensions, omdat je krult en stijlt en wast. En je doet van alles daarmee. Nou, het zou niet mogen zoals ik bij sommige mensen zie. Doet het pijn? Nee, extensions doen geen pijn. Dan tussen... Oh, ik heb hier zo'n dingen. Tussen haakjes schreef dan iemand ook, doet het pijn. En dan tussen haakjes hoofdpijn. Daarmee bedoelt die persoon denk ik, als je de eerste keer terug je extensions zet, of nieuwe, of ja, gewoon zoals mij. Mijn zaten laag, die gaan eruit. Dan komen er nieuwe van boven. Wordt dat terug tegen je hoofdhuid aangezet. En dan kan dat een beetje trekkerig aanvoelen de eerste nacht. Dus de eerste nacht voel ik dat. Dat voelt als een... Hoe moet ik dat omschrijven? Een blauw plek of zo op je hoofdhuid een beetje. Omdat dat zo'n beetje trekt. Maar ja, pijn vind ik dat nu niet. Dat doet geen pijn. Dat is gewoon de eerste nacht misschien even vervelend. Maar daarna merk je daar eigenlijk niks meer van. De volgende vraag is welke producten ik voor mijn haren gebruik. En ik gebruik eigenlijk een paar dingen. Ik ga alles even laten zien. Want ik heb ook nog wat van de nieuwe productjes. I'm gonna show you. Als shampoo gebruik ik deze van Milkshake Moisturize Plus. Dus dat is een goed voedende shampoo voor heel droog haar. En dan 1 in de week of zo gebruik ik de Silver Shine shampoo. En wat ik meestal doe is een beetje van dit, een beetje van dit. Mengen in mijn handen en dan mijn haren wassen. En dan laat ik dat 5 minuutjes of zo intrekken. En wat deze doet, dat is eigenlijk een purple shampoo. Dus wat dat doet, is ervoor zorgen dat de... warme delen in je haar eigenlijk meer assig worden, meer koeler worden. Dus wat doe ik dan? Gewoon wat purple shampoo, goed in mijn haren wassen, even laten trekken en dan is dat warmer uit. En dan ook eens om de 3-4 wasbeurten pak ik in de plaats van deze shampoo. Deze shampoo, sorry muffin, is hier trouwens aan het niezen. En dat is de Freezing Care Bio Pito of zoiets. En hier zit zo heel veel munt in en zo. En wat zalig is, is als ik mijn haar... Ik was die soms een week niet. Mijn haar wordt niet heel snel vettig, dus ik kan die soms een week houden. Maar dan na een week begin ik wel zo jeuk te krijgen van de vettigheid. Ik weet niet of je dat gevoel kent. En dit is zo verkoelend op je hoofdhuid. Voelt echt zalig. Dus dan gebruik ik dit soms.
Ik heb trouwens al mijn productjes van bij Hair Advice zelf. Binnenkort heeft ze wel ook een webshop waar dat je alles van Milkshake kunt bestellen. Want het zijn echt super goede producten en een super goede prijs. Als jullie nu al een productje of zo van Milkshake willen of willen bestellen of meer info over willen, dan kunnen jullie wel een DM sturen naar het profiel van Hair Advice zelf. Ik zal hier ergens even de Instagram naam zetten en dan kunnen jullie daar gewoon vragen van, kijk, ik wil silver shampoo of ik wil de moisturizing shampoo of die freezing, hebben ze ook. Alles wat ik gebruik is vandaar. En dan als conditioner heb ik er ook twee. Weer eentje met silver shampoo in en één gewone. Dat is ook weer meestal die gewone. En zo om de twee keer of zo pak ik de silver shampoo. Dat mijn haren gewoon mooi die assige kleur blijft behouden. En ik heb al heel veel zilver shampoos gebruikt trouwens. Van L'Oreal, van... hoe noemt dat één? Ken iets. Oké, okay, ik kom niet op de naam. Maar alleszins, ik heb er al heel veel gebruikt. Maar geloof mij, geen ene werkt zo goed als deze. Deze is echt top. En vaak als ik zilver shampoo gebruik, moet ik dat echt 20 minuten of zo laten intrekken. Omdat je anders gewoon geen effect zag. En dit heeft echt maar 5 minuten nodig. Ik mix dat zelfs met een gewone shampoo. Omdat dat anders misschien iets te straf gaat zijn voor mijn haar. Maar als je blond haar hebt, dan gebruik dit gewoon puur 2 minuten. En je haar is echt niet meer geel. En dan als laatste, wat ik vaak gebruik als ik uit de douche kom. Meestal doe ik eigenlijk niks als ik uit de douche kom. Ik droog die gewoon een beetje. En dan meestal de volgende ochtend style ik die. En als ik die style, gebruik ik ook nog, ook van Milkshake, een shine spray. Ziet er zo uit. En die maakt uw haar eigenlijk glanzend. Die heb ik nu ook erop. En zoals je ziet, mijn haar is echt heel mooi glanzend. Ziet er ook heel gezond uit. En daar zorgt deze spray voor. Dus die ziet er zo uit. Die noemt eigenlijk de Life Styling Let It Shine Spray. Dus dat is deze. Er wordt ook heel veel gevraagd hoe ik tegenwoordig zelf mijn krullen maak. En dat doe ik met de stijltang. Ik heb zo'n beetje de techniek onder de knie gekregen dankzij een vriendin. En ik zal hier wel eens een video over maken als jullie dat willen. Dan is er een vraag, mag je extensions dragen tijdens de zwangerschap? Ik denk dat wel, want ik weet dat Celine tijdens haar zwangerschap en tijdens haar bevalling extensions had. Dus ja, volgens mij wel. Hoeveel heb ik hiervoor betaald? Dat vroegen ook heel veel mensen. De prijzen van extensions. Dus ik heb prijslijst van Hair Advice. En ik zal die... Ik weet niet of ik die in een linkje hieronder kan zetten. Maar dat zal ik proberen. Dus hieronder. Prijzen vallen heel goed mee. Er was ook heel vaak de vraag... Zijn je tevreden met de prijs die betaalt? Is het dat waard? En ja, dat is het zeker waard. Dus ook wel... Allee, ik heb mijn extensions al veel duurder betaald en veel minder kwaliteit gehad. En deze zijn echt waar voor hun geld, waar ik gewoon echt ook heel blij mee ben. Dus zeker waard. Wat helpt om mijn haar weer die mooie glans te geven? Het is zo dof van het kleuren. Als eerste, moisturizing shampoo voor droog haar. Zeker een must. Ik heb ook heel veel gesukkeld met heel droog haar en dit is echt een lifesaver. En als je dan die extra shine wilt, zoals mij, deze. Is dit mijn echte haarkleur? Ja, het is mijn echte haarkleur, maar nu zitten er dan een paar highlights in, zoals je kunt zien. Ziet je de extensions soms zitten? Nee, bij mij zo goed als nooit. Tenzij ze nu wat lager gaan zitten ofzo en er is... wind of zo en dat waait hier open van achter, ja, dan zou je die hier laag wel wat zien zitten, maar voor de rest nooit. Voelen uw extensions zwaar aan? Nee. Mijn extensions voelen ook totaal niet zwaar, ook niet aan mijn hoofd. Iemand vraagt, voelt je onzeker zonder extensions? Nee, zeker niet. Mijn eigen haar vind ik ook goed. Ik vind gewoon met extensions leuker, mooier en... Mijn haar is voller en langer, dus ja, daarom. Werken extensions ook goed voor heel dun en heel fijn haar? Ik denk van wel, maar ik denk dat de kapper waar dat je extensions zou willen zetten, natuurlijk wel altijd beter weet wat en hoe.
Want ja, als je echt heel dun haar hebt en dat breekt ook af of zo, dan denk ik dat dat niet aan te raden is. Maar dat zou je eigenlijk moeten laten checken met iemand die daar veel van kent. En dan de laatste vraag is of mijn extensions vaak in de knoop zitten. En mijn extensions zitten nooit in de knoop, want ik ken er veel die hier knopen krijgen. Maar ik heb mijn haren nu trouwens niet gekamd, ik ben gewoon zo opgestaan. Nee, mijn extensions knopen echt nooit, ook niet onderin knoopjes of zo. Ik krijg echt geen knoopjes. Ook als mijn extensions laag zitten en ze moeten eruit, dan kijkt de kapper, kijkt Shana dan, mijn kapster ook altijd. En ik heb nooit knoopjes in mijn haar. Dus, kijk goed. Oké, dit was de video over mijn extensions, over mijn haar en alles wat jullie wouden weten. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. De productjes waar ik het dus over had, van milkshake, kunt je via Shana zelf bestellen. Of smuffin. Ik zal alles onder in de beschrijving zetten, ook de prijzen en zo. En dan kunnen jullie dat daar bekijken. Alleszins bedankt voor het kijken en tot snel weer!